Deze beschouwing, die gaat over mijn dochter. Ik heb gisteren met haar contact gehad via de SMS. De Short Message Service, heel toepasselijk. Ze komt volgende week woensdag bij me eten. Dan ga ik curry maken. Het is vandaag zaterdag, dus in de ochtend, dus 9:15. En een of andere randdebiel die denkt dat mensen hier in Arnhem het leuk vinden als hij op een carillon gaat lopen beuken. En ik weet niet hoe lang dat doorgaat. Ik vind het zelf verschrikkelijk hoor, maar ik heb zoiets van, nou, het is nou markt en dan moet je er maar vanuit gaan dat er bepaalde mensen zijn en die vinden dat dan toch leuk. Want het is markt en het carillon speelt. Hij is nou een kwartier aan het rammen. Ik hoop dat die man niet te veel repertoire heeft. Ik heb ook een keer de politie gebeld, by the way. Toen het echt te erg was. Ik zei, ja, dit flik je me niet. Oh, hij houdt nu zijn mond. Fijn. Maar dan terug naar mijn dochter. Woensdag komt ze even eten. En dan gaan we weer, oh jee, die mafketel begint weer. Oh jee, hij is nou een kwartier bezig. Yeah. Maar woensdag komt ze eten. Ze is nu 19. En deze beschouwing, die is... Ik vertel dan over mijn eigen leven en mijn eigen dingen. Dat is wat ik met die beschouwingen doe. Maar het is niet bedoeld als, hoe noem je dat, narcistische navelstaarderij of zo. Het gaat om jullie, hè? En dan denk ik aan mensen die nog geen kinderen hebben, omdat ze jong zijn, hè? Nou, en voor hun is het devies, begin eraan. Gewoon doen. Ook al ben je 20, maakt me niet uit. Gewoon doen. Is leuk man, kinderen. Oh. Ik drink er een kopje thee bij. Bij deze beschouwing dan. Hè? Maar kinderen zijn zo leuk. Ik heb er echt van genoten. Als ik geweten had hoe leuk het was om verantwoordelijk te zijn voor een kind, had ik het veel eerder gedaan. Had ik veel eerder die verantwoordelijkheid op me willen nemen. Maar ik dacht altijd, ja, kinderen, dat haalt de vaart uit je leven. En dat is ook zo. Maar dus het is allemaal op een plezierige manier. Dat is leuk, man. Ik weet nog dat ik met mijn kind, vanaf dat ze 3 was, elke week naar het zwembad ging. Peuterzwemmen, heette dat. En die kinderen zo jong, die kunnen nog niet zwemmen. Daar hebben ze niet genoeg kracht voor. Maar je kan wel spelletjes doen in het water om het... Ja, meer is het eigenlijk niet. Spelletjes in het water. Durf je met je hoofd onder water, dat soort dingen. Hè? Nou, dat vond ik erg leuk. En dan moet je als ouder dan ook mee de plons in. Maar dat hoort erbij hoor. En toen kwam de officiële zwemles. Zodat ze echt gaan leren zwemmen. En dan hoef je niet meer mee het water in. Mijn dochter was toen 5 of zo. Nee, iets jonger misschien nog wel. En dan was het super makkelijk, want dan hoefde je kind alleen maar het badpak aan te wurmen. En dan kachelde ik naar de kantine. Dan had ik mijn laptop bij me, altijd. En dan ging ik programmeren. Met een scheef oog op de klok. En een biertje erbij. Lekker man. Trok ik vaak van dat wit bier. Eén glas of zo, hè? 5 uur 's middags. Ik weet nog een keer zat ik daar. Mijn dochter was in de plons. Ze was bezig om te leren zwemmen. Ik zat in de kantine met mijn laptop voor me. Volgens mij mocht je ook nog... Ja, dan mocht je nog roken. Een lekker checkje erbij. Asbakje. Lekker glas van het witbier. Dan kon dus een andere vader eraan lopen. Die had ook zijn kinderen gedumpt voor de zwemles. En die ziet mij zitten. En die zegt zo met een afkeurende ondertoon. Is het hier feest? Dan denk ik, ja. Kun je dat niet zien dan? Ja, ik heb mijn kind lekker meegenomen. En die heb ik dan helemaal in de blote poepertje gezet. Met een zwempakje aangedaan. Afgeleverd in de rij voor de zwemles. Toen ben ik op mijn 11:30 gekacheld naar de kantine. Ik heb lekker een wit biertje gehaald en mijn laptop open gedaan. Asbakje erbij en papa gaat even programmeren. Ik had het stervensdruk met mijn werk. Echt serieus, hoor. Moesten uren gedraaid worden. Pagina's. Ja, ik produceerde in die dagen 10, 20 pagina's per dag. Ja, die pagina's, die typen zichzelf niet, hè. Die moet getypt worden. En het zijn niet de fantasieën van Bolke de Beer. Nee, dat is, ja, dat is software. Nee, een big typo en de hele boel is kapot. Dat is nog ja, intellectueel werk ook. Maar dat vind ik leuk. Ja, dus ja, het is feest. Nou, die man is dan alleen maar afgunstig of zo. Omdat ik bier zit te drinken, denk ik. En hij drinkt dan geen bier en hij rookt dan ook niet. Nee, hij gaat ook aan een tafeltje zitten. Hij heeft geen leuk werk. Dan denk ik, ja, die mensen zijn gewoon jaloers. Nou, naar waarheid zei ik tegen hem van ja, het is feest. Oh, nou noem je dat feest? Ja, ik noem het feest. Ja, het is ook een feest. Je bent verantwoordelijk voor een kind. Dat is toch heerlijk? Altijd zo gebleven, hoor. Naar school brengen. Oh, dat is ook geweldig. Ik weet nog dat die periode er was dat ik lage rugpijn had van de stress. Van ja, de moeder van mijn kind, dat is niet zo'n leuk verhaal. Dat is meer een drama. En ik moest alles doen in huis, hè? Of alles, maar 3/4. Van de feitelijke bezigheden. Plus, ik moest 100% doen van de verstandige beslissingen. Die vrouw, die kon echt helemaal niks. Die was geestelijk gehandicapt. Eigenlijk had ik daar ondersteuning bij moeten hebben. 2, 3 keer in de week iemand langskomt en dan met haar gaat praten. Van nou, we hebben de vorige keer afgesproken dat jij de afwas zou doen. En is dat ook gelukt? Dat ik dan ja, er ook bij mag zitten. En als ik er niet bij kan zijn, dat ik dan een transcriptie krijg van alles wat er afgesproken is. Dat een of andere, dat ik het op internet kan zien of zo. Want met jouw vrouw is afgesproken dat ze toch echt een keer de afwas gaat doen. Dat ze niet meer dit doet en wel weer dat gaat doen. En niet meer uren aan de telefoon hangen, maar ook een keertje de stofzuiger beetpakken. Ja, dat krijg je niet, want je hebt dan die... Ja, dat wordt dus niet herkend, hè, die geestelijk beperkte toestanden. Want zo iemand gaat dan door van, nou, die redt zichzelf wel. Dus die is dan niet geestelijk gehandicapt. Ja, het gaat wel ten koste van, in dit geval, mij. Want, ja, zij redden zich wel, want ik deed elke dag de afwas. En ik deed 6 dagen in de week als eerste opstaan en ontbijt maken. En 4 dagen in de week het warm eten op tafel zetten. En de kalender in de gaten houden. En dit en dit. En zeiden helemaal niks. Had ik lage rugpijn en bij de arts gekomen. En die zei, nou dan moet je oefeningen gaan doen. Dan werd ik doorverwezen naar zo'n vrouw. En los van die oefeningen zei ze tegen mij van ja, het is... Een hele goede oefening is om te huppelen. Dus niet lopen, maar huppelen. Zo. Maar ja, het ziet er een beetje raar uit. Want ik was toen 46 of zo. Maar ik bracht een aantal keren in de week... bracht ik het kind naar school. En toen dacht ik, hé. Dus ik zei tegen mijn kind van, zullen we huppelen naar school? En mijn kind zo van, ja, leuk. Ik zei, nou, huppakee, begin jij, begin ik. En dan gingen we hand in hand huppelend naar school, hè. En was leuk. En goed voor mijn lage rugpijn. Die is toen verdwenen als sneeuw voor de zon en is nooit meer teruggekomen. Nee. Huppelend 2-3 keer in de week je kind naar school brengen. De remedie voor de lage rugpijn. Los van het feit dat het ontzettend leuk is. En weliswaar bij het onderwijs krijgen die kinderen dan verschrikkelijke dingen te leren. En dan moet je zo'n kind weer helemaal deprogrammeren. Dat was mijn dochter waar je helemaal in paniek van. We mogen geen haring meer eten. Want anders hebben de zeehondjes niks te eten. En dan sterven de zeehondjes uit. Wat ze dan die kinderen op school vertelt, hè? Dat je geen haring meer mag eten. Want anders gaan de zeehondjes uitsterven. Ja. Ja, dat is dan wat minder. Ja. Inmiddels is mijn dochter dan vegetariër. Ja, maar goed. Je kan het erger treffen. Woensdag komt ze eten en dan eten we niet vegetarisch. Punt. Dat wil zeggen, we eten met vis. We eten dan geen vlees, maar vis. Ga ik een lekkere maken, man. Want ze houdt wel van kokos. Ik zal even het recept verklappen. Dat is toch echt wel leuk voor jullie om te weten. Het is met auberginewerkje, met vis, curry, ui, knoflook, gember. Doe ik er meer in? Nou, de rest hoor je zo wel. Visolie. Misschien dat ik toch even nog een flesje visolie haal. Om hem op te zouten, hè? Is toch wel lekker, hoor. Dat je geen zout gebruikt, maar visolie. Visolie, dat bederft bijna niet. Nou, dat werkt als volgt. Die uien lekker bakkeren in de pan. En als je kan betalen, arachideolie. Maar ik ga er niet mee werken. Ik werk met slaolie. Ik heb momenteel niet zoveel geld. Alles, dan denk ik om alles. Hè. Dan koop ik niet van die dure olie. Maar misschien, ja, ik weet het niet. Misschien voor een keertje een fles arachideolie kopen. Want dat is toch wel erg lekkere olie, hoor. En dan ruim olie nemen. Een uien erin. Niet te moeilijk. Gewoon een beetje snipperen. En dan heb je ook klaarstaan gesneden peper. Ik ga een paar lekkere pepertjes halen. Daar zou ik goed om nadenken. Dat je een goede peper haalt. Ik hou van pittige. Ik denk dat ik ga voor die kleine rawietjes. Die zijn wel erg tof, hoor. En dan als die peper erbij zit, de curry erbij. Oh, de gember. Ik haal verse gember. En die ga ik raspen. Onze keukenrasp. Lekker veel gember erin. Hoef je helemaal niet zuinig te zijn. Een lekkere dot gember. En dan die uien moet je toch niet te hard bakken. Lekker zachtjes houden. En doe er ook gelijk maar een klont roomboter bij als je toch wat hebt. Lekker vettig wordt. Want hij wordt heel heet door die peper. En dan is die vet, dat gaat zo lekker aan je lippen plakken. Oeh, man. Nou, en dan haal ik een paar blikken kokosmelk en kokosmeuk. Want je hebt ook van die kokospasta. Hebben ze ook bij de toko. En die is voller van smaak. Die ga ik er ook bij doen. En ik haal citroengas. Dat vind ik zo lekker, hè? En citroengas een beetje kneuzen. En dat doe je met een groot mes voor nemen. En dan leg je die citroengas op een snijplank. En dan duw je met dat mes plat. Dat mes haal je plat en dan met je volle gewicht op dat mes. En dan kneus je dat citroengas gebeuren. Je kan het even doorsnijden overlangs. Je kan er wat mee doen. Maar niet in kleine stukjes doen. Want het citroengas gaat alleen maar mee pruttelen. En En dan moet je het er makkelijk uit kunnen vissen. Nou, de citroengas hoef je niet mee te bakken. Dat is denk ik niet eens handig. Nee, dat denk ik niet te adviseren. En dan doe je, als die kokosmelk erbij zit, dan gaat die citroengas erin. En dan laat het dan maar rustig doorpruttelen. Ik ga even zelf kijken hoe lang ik het ga laten pruttelen. Op een heel laag vuurtje hoor. Het hoeft niet echt in te dampen of zo. En dan denk ik dat ik de hele boel in de koelkast zet. Zo kan woensdag eten, dus dan ga ik dit dinsdag ga ik dat doen. En dan gaat de hele meuk in de koelkast. En dan blijft het de nacht lekker doortrekken. En dan de volgende dag ga ik 's middags al beginnen. En dan maak ik komkommer raita. Dat is voor erbij, want het wordt vrij pittig. En dan wil je een beetje verkoelend dingetje hebben erbij. Een komkommer raita is erg simpel te maken. Je hebt nodig komijnzaadjes. En dan doe je een droge koekenpan. Dan doe je een handje komijnzaadjes in. Niet te zuinig. En dan een vlammetje eronder. Zonder olie helemaal niks. En dan ga je die komijn roosteren. Je kan die zaadjes van tevoren even kneuzen. In een vijzel. Hoeft niet. Dat kan. Net zolang dat die zaadjes die komijnlucht af gaan geven. En dan stop je met roosteren. Dan knikker je alles in een schaal. Die heb je al klaarstaan. En in die schaal zit blokjes, stukjes komkommer. Eventueel scheut je olie erop. Dan gaan die komijnzaadjes erbij. En dan een paar lekkere eetlepels, volle lepels, grote lepels met dikke yoghurt. Die vette yoghurt. 35% vet yoghurt of zo. Vet is gezond hè, voor mensen. Van vet eten word je niet dik namelijk. Van koolhydraten word je dik, maar van vet niet. Hè. Vet, dat verbrandt je goed. Lekker mom. En die komkommer raita, die ga ik 's middags al maken. Die gaat ook de koelkast in. En dan ga ik even kijken, want misschien dat ik hem... Ik weet niet of ik het ga doen. Misschien dat ik dinsdagavond nog de aubergine erin doe. Dat is wel een goed idee, denk ik. Dat die aubergine ook de hele nacht in de koelkast lekker doortrekt. En die aubergine schillen met een kaasschaaf vind ik wel makkelijk. En in blokjes. En die kook je mee in die kokosmeuk. En die vis moet er nog bij, want we gaan werken met vis. Moet je even kijken hoeveel water je eventueel erbij doet. Want anders maar een blik extra kokosmelk hoor. Die blikjes hier zijn niet zo heel duur. Oh, lekker veel kokos. Hij leidt de boel lekker in pruttel. De hele meuk, een lekkere nacht en een ochtend en een middag in de koelkast. Nou, en als mijn dochter dan komt, het enige wat ik dan nog hoef te doen... Dat is dat ik, ja, 's middags haal ik want ik denk dat ik diepgevroren vis haal. Ik kan nu naar de markt, want het is zaterdag, maar... Om dan nu vis te halen en dan zelf in te vriezen, nee, dat doe ik niet hoor. Dus ik haal wel diepgevroren vis. En gewoon goedkope vis, want die curry krijgt met al die curry en die gember. Er zit al zoveel aroma en de citroengas. Die vissmaak die komt er toch niet bovenuit. Maar zou je werken met verse vis, dan zou ik gaan voor wijting. Dat is niet te duur. Dat is een vrij goedkope vis. En die kan je zelf makkelijk schoonmaken of je laat hem even schoonmaken op de markt. En wijtingen heeft een goede stevige structuur. En dat is toch wel handig, want ja, je gaat die vis nog eventjes meekoken. En als je hem iets te lang doorkookt, een wijting die kan tegen een stootje. En heb je geld, dan ga je voor kabeljauw. Ik denk dat ik ga voor koolvis. Dat is een hele goedkope vis. Een kopje van die pakken. Vrij, dat is echt heel goedkoop. Nou, en als mijn dochter binnenkomt, dan is eigenlijk alles al klaar. Dan moet ik dus de rijst even koken. En als die rijst bezig is met te koken, dan kan die vis, en die heb ik dan ontdooid al. Doe ik 's middags. Als ik de komkommer raita maak, dan haal ik die vis uit de diepvriezer. Ja, en dan kan die vis, die kan erbij. En dan kan dat een beetje pruttelen weer. En als het allemaal klaar is, ja, je hoeft niet gelijk te gaan eten, want het is zo... Ja, ik maak hem echt heet. Echt goed heet. Dus dan mag het eten wel een beetje afgekoeld zijn, hoor. Anders is het en heet van temperatuur en heet van smaak. Ja, dat hoeft niet. Hè. Mag ook lauw zijn. Dan kan ik heerlijk met mijn kinderen lekker gaan kletsen. Dat is zo leuk. Ik denk dat het zo leuk is met kinderen, omdat je zoveel hebt meegemaakt samen. Als je natuurlijk aandacht schenkt aan je kind, hè? En ik weet alles nog, hè. Ik weet dat allemaal nog van die zwemlessen. En ik weet ook nog een keer dat ik pislink was. Ze deden oefeningen niet. Ik denk, ja, kom op. We zijn hier niet... Het was meer dan 3 kilometer fietsen naar het zwembad. Ja, hallo. Niet om te pootje baaien, hè. Het gaat wel om de oefeningen doen. En 1 keer ben ik echt boos geworden. Stikzagrijnig. En heb ik de zwemles voortijdig afgebroken. Hè? Mijn dochter helemaal boos. Ik denk, ja, als jij je oefeningen niet wil doen, nou afgelopen, gaan we nu naar huis. Nee, we gaan niet pootje baaien. Homo. Ja, ik noemde geen homo natuurlijk, want het is een meisje. Maar ja, dat was leuk, man. En dat is het ook, hè, dan... De moeder van mijn kind, dat is een psychiatrisch geval die niet als zodanig wordt herkend. En dat is allemaal heel vervelend. Dat is echt heel, heel, heel erg vervelend. En het is heel schadelijk voor jouw relatie met je kind. En daar heb ik... Ja, dat heeft ook schade opgeleverd bij mij, hoor. Er is een verwijdering ontstaan tussen mij en mijn kind. Dus dat is zonder meer. Dat die moeder daartussen zat. Hè, met al de geniale plannen die nergens op sloegen. Maar ik ben niet alles kwijtgeraakt. Hoor. Want de laatste keer dat ze hier was. Dat was dan 3 weken geleden. Ietsje korter. Maar kortom, als het de woensdag weer is, dan kan je zeggen, dan was het 3 weken geleden. Nou ja, eens in de 3 weken je kind zien. Terwijl mijn dochter nou 19 is en het woont op kamers. Nou, dat vind ik een hele redelijke prestatie, hoor. De moeder die ziet ze elke week en hangt ze elke dag mee aan de phone, volgens mij. Dat is een ziekelijke toestand. Een collusie heeft zo'n relatie. Daar is niks gezonds aan. Terwijl de relatie die zij met mij heeft... Ja. Naar omstandigheden is dat een gezonde relatie. Ik heb een tijd lang ontzettend veel gesopen. En daar heeft zij zich aan geërgerd of whatever. En... heeft haar misschien ook wel onzeker gemaakt. En, dat was allemaal de bedoeling niet. Daar heb ik gewoon sorry voor gezegd. Ja. Ik ging ervan uit, ja, ik ben hier aan het zuipen en daar doe ik verder niemand kwaad mee. Nou, er is een beetje de vraag of dat echt zo is gegaan. Of dat ik haar toch een beetje heb benadeeld daarmee, maar... Nou, dat heb ik tegen haar gezegd, nou ja, voor zover dat zo is, sorry. Toen heeft zij gezegd, oké... Het is allemaal vergeven en vergeten. Nou, zijn we daar ook mee klaar. En ik drink nou niet meer. Dus. Ook alweer een hele tijd, hoor. In maart, april of zo heb ik gekapt. Het is nu eind Het is nu? Nee, niet eind augustus, half augustus. Dan wil ik zeggen, april, dat ik gekapt ben. We hebben april, mei, juni, juli, 4 maanden of zo. Zonder moeite, moet ik zeggen. Het interesseert me helemaal niet meer. En met je kind dan, hè? Dat is dan ook zoiets, hè? Zij heeft dan meegemaakt dat ik echt ontzettend aan het suipen was. En tabak roken, en wiet roken, en... En dan nu merkt ze aan mij, of maakt ze met me mee, dat ik er in één keer mee gekapt ben. Het was ook heel toevallig dat ik had er op een vrijdag aan de lijn. Er was een of ander akkefietje moest er geregeld worden met die studiebeurs-idioten. Lalalala. En ik had wat voor elkaar gekregen. Inmiddels is het helemaal voor elkaar en heeft het kind netjes studiebeurs waar ze recht op heeft. En toen zei ik tegen haar, ja, maar waarom zie ik je helemaal nooit meer, hè? En toen kwam het hoge woord eruit. Ja, maar jij zit altijd aan de zuipen. En dan ben je weer half stoned. Nou, ik had er geen zin meer in. En net toen ze dat dus zei, net was ik dus een week gekapt met die onzin. Want onzin is het, laten we eerlijk zijn. Alcohol drinken, wiet roken, ja, daar word je niet wijzer van. Dat was een daad van rebellie. Iedereen doet maf, ja, nou ga ik maf doen. Hebben we dat ook weer gehad? Wat, ben je gestopt? Ik zei ja. Ben je dat nou echt? Ik zei ja, natuurlijk. Ja, toch? Ja, er is 1 iemand de baas over Perry Winkel. En heel toevallig heet die Perry Winkel. Ja. Tenminste, hier aan deze kant van de hemel dan. Hè? Oh, de echte baas, die zit erboven. Maar ik ben de baas over mijn lichaam, over mijn leven. En ik vond het tijd om te gaan suipen. Nou, dan ga ik ook suipen. En toen vond ik het tijd om wat anders te gaan doen. En dan gaan we wat anders doen. Klaar. Hij is wel leuk. En voor degenen die dan wel kinderen hebben... Ja, die zullen misschien dit soort verhalen heel erg daar goed in kunnen herkennen. Dat het zo ontzettend leuk is om... verantwoordelijk te zijn voor zo'n wezentje. En het wezentje dan helemaal te leren kennen en zo. Ja, dat is toch wel super cool, hoor. Ja, toch? Ja, dat weet je dan als ouder. Hè? En ben jij zo'n ouder die, net als ik dan, een moeilijk contact heeft met zijn kind, omdat er de andere ouder, meestal is dat de moeder in 90% van de gevallen, die ligt dan dwars of zo, eigenlijk, ja. Ja, ik kan alleen maar zeggen, probeer ervan te maken wat er van te maken valt. Toch? Geef niet te snel op. Het is een... Door in mijn geval kan ik dat beamen dan. Hè? Je baalt als een stekker. Je komt met allemaal leuke ideeën. En je hebt aan de andere kant zo'n moeder die de godganse tijd moord en brand loopt te krijzen. Oh, papa heeft weer een stom idee. Hè? Die godganse tijd jou zwart zitten maken. Jeetje man. Je kan zo'n mens wel wurgen. En dan moet je ook nog je irritatie en je woede, die moet je nog binnenboord zien te houden. Want die kinderen, die kiezen er dan voor van, nou, ik kies geen partij, hoor. Ik blijf er lekker tussenin zitten. Ja. Vrouwen zijn gemeen, jongen. Wow. Die spelers, die zijn er ontzettend goed in onderhuids te spelen, hè? De meest gemene opmerkingen te maken. Die kinderen hebben dat niet in de gaten. En zo staan er nog een aantal issues open tussen mij en mijn dochter, hoor. Die, waar ik destijds, hè, de dingen die haar moeder deed en die zij goedkeurde. En waar ik toen niks van wilde zeggen vanwege de lieve vrede. En waar ik ook volgens de... Want ik heb zo'n professional erbij gehad. Die ook tegen mij zei van, ja, begin er niet over met je dochter, want dat maakt het probleem alleen maar erger. En nu heb ik zoiets van, ja, het kind is nou 19. Dus, ik ga toch wel een aantal dingetjes die gebeurd zijn. Waar mama... Ik noem dat mensen ook geen mama meer, hè? Daar ben ik in 2011, een jaar na de scheiding, ben ik ermee gestopt. Kwam mijn dochter ook achter. Van, goh, je bedoelt mama? Dus ik zei, ja, ik bedoel... En toen noemde ik voornaam, achternaam. Ja, dit bedoel ik, ja. Dat creatuur, dat was geen mama. Ben je toch weg? Ga er weg. Mijn dochter heeft geen moeder gehad. Nee, die heeft een bazige vriendin gehad. Moet je nagaan, hè? Een vriendin die altijd de zin doordrijft. En zogenaamd ben je dan hele goede vriendinnen. Ja, als er maar iedere keer gebeurt wat die vriendin zegt dat er moet gebeuren. Hè? En dan die vriendin is 40 jaar ouder dan... Nee, niet 40, 30 jaar ouder dan jij. Een vriendin van 30 jaar ouder die de godganse tijd de baas speelt. Nee, dat is een gezonde relatie. En dat noem je dan mama? Dat gaat toch weg, mafkeitel. Ja, zo spreek ik niet tegen mijn dochter natuurlijk, maar dat denk ik wel. Ik denk, ja, mallout. En hoe dat verder moet, dat weet ik niet. Ik weet het echt niet. Ik weet niet hoe dat verder moet. Ze komt woensdag eten, dat weet ik. En ik ga woensdag één van die puntjes... ik ga er geen drama van maken. Want ik denk dat ik wel 30 punten heb of zo. Dan denk ik van, oh ja, en dit is er ook nog gebeurd. En daar vind ik dus dat van. En wat is jouw mening over zoiets? Dat was vorige keer... En dat vond ik eigenlijk wel een goeie. Want ik had mij... ik had mij verdiept in het gebruik van het middel fluoride. Fluoride, dat is een halogeen. Dus in het periodiek systeem der elementen zit het in dezelfde kolom als chloor en jodium. En nog andere. En broom zit er ook in. Nou, dat gaat niet door voor eetbare middelen, hè? En waarom zit er dan in tandpasta fluoride? En ik heb dat altijd onbewust... Ja, ik stond er niet bij stil, laat ik het zo maar zeggen. Maar toen kwam ik erachter dat verteld wordt, en de vraag is of dat waar is, maar goed, er wordt verteld dat ze in de concentratiekampen, die werkkampen in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat ze daar het drinkwater fluorideerden met als doel dat mensen daar volgzamer van worden. Weet u dat Engelse woord nou alweer? Nou, het schiet me zo al te binnen. Makkelijker te manipuleren of zo. Docile, dat was het. Ja. En toen dacht ik, wat? Ik, nou, en mijn dochter die poetste ze 2 keer per dag de tanden. Dus ik op zoek naar tandpasta zonder fluoride. Nou, die kon ik mooi niet vinden. In de supermarkt, alle tandpasta die er ligt, Er zit fluoride in. Dus ik naar de gezondheidswinkel. Nou, die hadden tanden staan zonder fluoride. En toen was die op en ik ging opnieuw naar die gezondheidswinkel. En toen hadden ze die tandpasta niet meer. En toen hadden ze nog wel tandpoeder. Nou, tandpoeder, dat ken ik van vroeger. Mijn ouders die hadden toen zo'n hype. Wij hadden geen tandpasta meer, maar van het tandpoeder. Dus calciumbicarbonaat. Dat is een licht schuurmiddel. En het is... een fungicide. Schimmels, die houden er helemaal niet van calciumbicarbonaat. En het menselijk lichaam heeft er totaal geen last van. Dus ik dacht, oké, dan gaan we met tandpoeder werken. En dan komt mijn dochter na een paar dagen bij mij met tandpasta van haar moeder. Tandpasta met fluoride. En ik tegen haar van, hé, wat is dit nou? Ik heb toch tandpasta voor jou gehaald? Ja, maar mama zei dat tandpoeder van jou, dat het slecht is voor mijn tanden. En ik heb van mama dan wel goede tandpasta meegekregen. En dan ging ze dus vrolijk de tanden poetsen met die fluormake van mijn moeder. Nou, dat heb ik de vorige keer tegen haar dus gezegd. Dat is ook niet zo... voor 3 weken geleden of zo. 6 weken geleden. Dat soort dingen voor mij als vader niet leuk zijn. En mijn dochter zei toen, nou pap, ik kan begrijpen dat jij dat niet leuk vond. Ik denk, mooi zo. Zo pak je dan je puntjes terug. En dat kon ik toen niet doen. Want als ik dat toen tegen haar had gezegd, zeg maar tegen die moeder van jou, dat ze die tandpasta kan stoppen op een plek waar de zon niet schijnt. Maar hier in huis gebruik jij geen fluor in je tandpasta en je gebruikt die tandpoeder. En nee, natuurlijk had dat niet gewerkt. Dat kan je niet doen. Want zij kan, en dat heeft ze denk ik nog steeds, zij kan de gedachte niet aan dat die moeder geestelijk gehandicapt is. Zij wil blijven denken dat de ouders gescheiden zijn omdat die twee karakters, het karakter van mij en het karakter van die moeder, ja, die karakters, dat was een conflict. En vanwege een karakterconflict zijn ze maar uit elkaar gegaan. Dat is de droom waar mijn dochter nog steeds in wil blijven geloven. En daar ben ik het niet mee eens. Met die droom. Zo zat het helemaal niet in elkaar. De mens, haar moeder is knettergek. Dat is een spiegisch geval, man. En heel... ja, die is ongelooflijk tekortgeschoten in de opvoeding van haar bloedeigen kind. Die zag de kind als een verlengstuk van zichzelf. Van, oh, ik heb er een vriendinnetje bij. En dit vriendinnetje gaat precies doen wat ik zeg. En zo beschouwt mijn dochter het ook. Want in de relatie met haar moeder. Ook nog laatst. Ze belde me op. Of ik belde haar. In ieder geval, ze zat in de trein. Want ze moest iets gaan doen met haar moeder. Weer iets heel belangrijks. En van het een op het andere moment hoor ik niks meer. Ik kijk dus naar mijn mobieltje. Ik kijk, nou, ik hoor echt helemaal niks meer. Ik, hallo, hallo. Ik hoorde niks meer. De lijn was nog wel open, maar hallo, hallo. Ik hoor helemaal niks meer. Ik denk, nou, dat heeft ik weer. Dus ik hang maar op. Dus ik denk, dat is een storing of zo, hè? Word ik even later teruggebeld door haar. Ja, daar ben ik weer. Ik zeg, oh, de verbinding viel net weg. Nee, zei ze, ik had je even in de wacht gedrukt, want mama belde. Huh? Snap je? Ze zit met mij aan de telefoon. Zo vaak belt ze me niet. Maar de moeder belt dan. Ja, want ik heb weer iets heel belangrijks in die... En dan hup, onmiddellijk ga ik in de wacht. Ze zegt dus niet eens tegen mij van... Pap, ik zet je even in de wacht, want mama belt. Nee, dat kan er niet eens af. Nee, er moet onmiddellijk gereageerd worden, want de moeder belt. En ik moet maar begrijpen dat ik in de wacht gezet ben. Kijk, en van jou als vader, hè? Dus als jij hetzelfde hebt. Ja, gewoon, laat je de pis niet lauw maken. Gewoon rustig blijven. Gewoon accepteren. Door jouw tijd komt nog wel. Hè? Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Ja, de leugen is dat wat de verborgenheid zoekt. En de waarheid is dat wat vanzelf aan de oppervlakte komt. Snap je? Dat komt vanzelf. Zoiets waar jij, waar jij je aan vast kan klampen. En blijf die kinderen die ruimte geven. Binnen het beperkte wat je hebt. Als je bij het schaken, je raakt een paard kwijt. Ja, dan kan je wel gaan zitten janken. En gelijk opgeven. Of je denkt van oké, nou ik heb geen paard meer. Ja, dat is niet zo mooi. Ja, wat heb ik nog wel? Ja. Kijk, als jij nog een paard hebt. Even schaaklessen. Maar als je nog een paard hebt, ja, dan gaat je paard, die stuur je als eerste naar het middenveld. En hoep, de kloppen. Dan ga je nadenken, wat moet mijn paard gaan doen? Maar als jij geen paard meer hebt, je hebt waarschijnlijk nog wel een toren. En die torens, ja, zolang die paarden nog op het middenveld bezig zijn, hou je die torens netjes een beetje in de veiligheid. Maar als jij je paard kwijt bent, nou, dan zou ik mijn torens maar eens gaan mobiliseren. Toch? Want bedenk goed, als die tegenstander denkt van... Ha, ik heb lekker een paard meer. Ja, die tegenstander wordt daar lui van. Want die denkt, ik heb een stuk meer. Dus nou, die gaat een beetje... Oh, ik heb alle tijd van de wereld. Ja, als jij dus extra hard aan de slag gaat om alle stukken die je nog wel hebt... om die zo goed mogelijk te mobiliseren... pak je toch de boel terug, is dat nou? Ja. Niet opgeven. Niet opgeven. De kans op succes is niet gegarandeerd, maar is groter. Als je niet opgeeft. Niet boos worden, niet chagrijnig worden. En denk om je eigen waarde. Ja? Je hebt dan, in mijn geval, maar heb jij dat misschien ook, zo'n verschrikkelijke moeder. En die zit je de godganse tijd af te zeiken en in een kwaad daglicht te stellen. En jij houdt je kin recht tegen de storm in. Kin omhoog, borst vooruit. En ga niet doen wat ik gedaan heb met zo'n verschrikkelijke suipartij. Want daar word je in de regel niet wijzer van. Dat moet je alleen doen als je zo idioot bent als ik. Als je zo idioot bent en je wil dat ook graag nadoen... ja, dan moet je het maar gaan doen, maar anders doe je het niet. Snap je? Hou je lekker je verstand bij elkaar. En dan ga je lekker genieten van het feit dat je toch nog een kind hebt. Want het is en blijft je kind. Punt. Je hebt met dat kind de ervaringen die je met haar had, met hem had, zo. Je hebt die ervaringen gedeeld. Je hebt een geschiedenis opgebouwd. Je hebt daarmee een karma gezet. En dat karma heet de relatie tussen jou en je kind. En dat is niets meer dan de optelsom van alles wat je samen hebt meegemaakt. En dat blijft. En aan die herinneringen voeg je nieuwe herinneringen toe. Zonder wrok, zonder dingen, zonder alleen maar uit dankbaarheid dat je nog om kan gaan met een ander. En in dit geval is het je kind. Dat is super mooi. Echt waar. Dus ik kan het je van harte, als je dan geen kind hebt. En, ja, een beetje lastig natuurlijk als je dan zo'n vrouw ontmoet die ik heb. Ik heb zo'n monster. Wat in het begin dan niet gelijk duidelijk is. Maar dat ontpopt zich dan na verloop van tijd. Ja, een beetje mee oppassen. Maar niet alle vrouwen zijn zo. Huh? En heb je nog geen kind? Nou, ik zou eraan gaan denken, joh. Het is zo leuk. Zo leuk om iemand te begeleiden in het pad, in de weg naar de zelfstandigheid. En wordt zo iemand precies als jij, dat je zegt, nou, het is echt mijn kind. Nou, nee, in principe niet. Het wordt een ander mens. Het is een nieuw mens. Maar dat mag toch? Met een eigen mening. Ik bedoel, mijn dochter is atheïst. Nou, dat bevalt me voor geen meter, maar je nou wen. Dus is daar dan weer het probleem mee. Ja. De wereld barst van de atheïsten. Er kan best wel een atheïstje bij, hoor. Ja, toch? Maak het nou uit. Atheïstje meer of minder. Door atheïsten, ja, atheïsme, het is helemaal niks. Op dat gebied qua levensovertuiging of zo, of hoe moet je dat noemen, levensstroming of zo. Ja, is het 0,0 nihil. Is het nog, ja, ik weet niet wat, ja, je kan nog zeggen, boeddhisme is nog meer. En boeddhisme is al zo weinig. Maar ze is pas 19. En ze is nog niet van mij af. Dus, en misschien dat ik woensdag al is. Ja. Over atheïsme gaan beginnen. Maar anders wel, nou, over een paar weken komt ze heus alweer een keer langs. Hoor. Hebben we het er dan wel over? Of daarna weer? Of, We hebben nu als gemeenschappelijke hobby dat we, of gewoonte, dat we potjes schaak spelen. Nou, dat vind ik gezellig. Gaan we woensdag misschien weer schaken, als het tijd heeft. En dan zoek ik op internet wat instructiefilmpjes op. Die heb ik al klaarstaan, by the way, maar als ik er weer een leuke tegenkom. Er zijn veel van die schaaklesjes op internet. Oh, ja. En dan een potje live schaken. Nee, dat wordt leuk. En het eten wordt hartstikke lekker. En kinderen zijn het allerleukste wat jou als mens kan overkomen. Ik sprak aan moeder. En die zei van ja, maar het is ook wel... Waar was het nou over? Ze heeft 3 kinderen. En die zijn allemaal volwassen. En die heeft ook al 1 of 2 kleinkinderen. Ja, zei ze, maar van de zomer gingen ze alle 3 tegelijkertijd op vakantie. Nou, en dan had ik het er wel heel erg moeilijk mee, hoor. Dan keek ik haar zo aan. Ik begreep het niet, hè. En ze zei erachteraan van, ja, want, stel, er zou iets gebeuren. Ik zei, oh. Ja, zei ze, je maakt je dan toch zorgen, hè. Toen moest ik lachen. Ik zei, ja, op die manier snap ik het wel. Dat er met je kind wat gebeurt, hè? Dat je die hechting hebt. Zo. Aardige vrouw. Zal een leuke moeder zijn. Die de kinderen heel erg vrij heeft gelaten. En... ja, want dat moet je doen, hè. Heb ik zelf ook altijd gedaan met mijn kind, hoor. De moeder die hield er heel strak. Dit mag niet, dat mag niet, dit mag niet. Dat heeft mijn kind ervaren als een hele geweldige aandacht. En van mij mocht ze altijd van alles. Ja, leuk. Ik heb veel leuke dingen meegemaakt in mijn leven. En daar hoort al die dingen die ik met mijn kind heb gedaan, die horen er allemaal bij. Zelfs die keer dat we mot hadden in het zwembad, dat ik pislink werd. Dat zij nog wilde blijven om nog meer pootje te baaien. Dat ik zei, nee, we gaan naar huis. Ik ben boos, ik heb er genoeg van. Zelfs dat was leuk. Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus en dag lievers. Ik ga naar de markt om spullen te halen voor woensdag.